welkom bij Gazelle. Je bent hier in het testlab. Nou, wij doen hier allerlei testen om ervoor te zorgen dat de fiets goed blijft. De zandsproeibak, daar zetten wij een hele fiets in om te kijken van als de fiets in contact komt met water of zoutwater of er eventueel roest op treedt. En dat gaan we nu testen. Hier doen wij de triltest. Met deze machine kunnen wij kijken van kan er iets gaan klapperen? Hoe kunnen we dit voorkomen? De Multitester 4210, dat is een testbank waarbij we de hele fiets testen. Om te kijken van hoe sterk, hoe goed is deze fiets. De UV-tester gebruiken wij voor het testen van kunststoffen. Bijvoorbeeld dit zwarte kapje. Daar halen we een stukje vanaf. Leggen we 500 uur onder UV-straling om te kijken of de kleur goed blijft. Dit is de zogenoemde frame-testbank. Wat wij hier testen is de bewegingen die een mens maakt op de fiets. Deze manier van testen komt eigenlijk het meest overeen met wat er buiten het veld gebeurt. Dus misschien wel even leuk om buiten te gaan testen om te kijken hoe het in de werkelijkheid eraan toe gaat. Ga je mee? We testen ze hier onder andere op de remweg, het trillen en ook het maken van scherpe bochten. Ik ga het nu even testen en zal ik het je laten zien. Zo doen we dat dus.